We zien dat de drukte steeds meer toeneemt. De uitdaging is nu om die drukte te beheersen op hotspotslocaties binnen Amsterdam. Om die 1,5 meter te kunnen blijven waarborgen. Nou, we maken nu gebruik specifiek voor deze crisissituatie van onze sensoren vanuit het CMSA. Die zijn op dit moment wel anders ingericht, zodat we ook 1,5 meter kunnen waarnemen tussen personen. Je merkt dat er nu veel over drukte wordt gesproken, maar hoe groot is dan die drukte en waar is dan exact die drukte? Dat zijn vragen die door deze techniek heel goed beantwoord kunnen worden en wat ons helpt om effectieve maatregelen te nemen. De visie van Royal Haskoning DHV op het gebied van mobiliteit van mensen is dat mensen zich zo comfortabel en zo veilig mogelijk moeten bewegen. Al een paar jaar zijn we bezig met crowd monitoring systeem Amsterdam. Amsterdam had te maken met toenemende drukte op het gevaarlijke af in bepaalde gebieden van de stad. We hebben eerst samen met de gemeente een strategie bepaald. Vervolgens hebben we samen gekeken wat er tactisch nodig is om die strategie in uitvoering te brengen en wat dat dan oplevert aan operationele informatie. Door die drievoudige benadering is het vrij makkelijk om in een andere situatie, zoals de coronacrisis, terug te gaan naar welke strategie hebben we met elkaar en de operatie daarop aan te passen. Dat we technologie toepassen waar dat iets toevoegt. Dus als middel en niet als doel op zich. Waar we regulier de drukte kennen op bijvoorbeeld de Wallen en in de winkelstraat zoals de Kalverstraat, is dat druktemanagement eigenlijk veel breder nodig in de hele stad. Het CMSA is daar een toepassing voor die we al reeds toepassen op die straten, die plekken die ik net noemde. Maar op dit moment kunnen we die ook heel goed gebruiken op andere plekken in de stad, waar het nu ook knelt in relatie van de coronadrukte, om het zo maar even te noemen. Nou, wij gebruiken op dit moment sensoren vanuit het crowd monitoring systeem Amsterdam om die drukte te kunnen objectiveren en te kunnen meten. En realtime geeft ons inzicht om hoe die opbouw in bijvoorbeeld een park verloopt en op welke grens balanceren we nu en welke maatregelen zijn eventueel nu aanvullend nodig om te voorkomen dat we die grens gaan bereiken waar het park overcrowded is en dat de afstand onderling niet meer gewaarborgd kan worden. Die data geeft ons volledig geanalyseerd inzicht in drukte. Dit gaat over aantallen, dichtheden en snelheden van passanten. We zijn ook niet geïnteresseerd in de individu, maar echt alleen in de massa. Op die manier streven we naar een zo leefbare, bereikbare en veilige stad, waarbij we ook in die 1,5 meter samenleving nog steeds goed en fijn kunnen verblijven. Als je nadenkt over de nabije toekomst van de Peopleflows bij Royal Haskoning DHV, iets wat we de afgelopen periode weer ervaren hebben, dat het super belangrijk is dat je altijd heel goed blijft kijken naar de lokale context, naar de situatie op dit moment. En zo kun je daar heel goed op anticiperen. Ik ben enorm trots op wat we zowel met de partners binnen Amsterdam als buiten Amsterdam binnen een aanzienlijk korte tijd hebben weten te presteren. Waarbij we onze expertise van crowd management en crowd monitoring nu specifiek in het kader van de coronacrisis kunnen inzetten. Ik denk dat we daar trots op mogen zijn en dat we op die manier bijdragen aan een leefbare, veilige en bereikbare stad. Sinds het begin van de coronacrisis hebben we een hele radicale verandering gezien die we niet zo goed zagen aankomen vooraf. Dat betekent dat je op een andere manier moet gaan kijken naar hoe je je verplaatst in de openbare ruimte. Maar waarbij nog steeds de lokale situatie en het feit dat je je veilig en comfortabel moet verplaatsen leidend zijn. En dat is waar Royal Haskoning DHV heel goed in is. We gaan niet uit van blauwdrukken, maar we gaan uit van de reële situatie, veranderende situatie. En nemen die als uitgangspunt om te kijken naar de mobiliteit van mensen nu en in de toekomst.